Yo kijkers van DJ en hartelijk welkom bij deze gloednieuwe video op zondag. Helaas is vandaag geen Akhenaten omdat Funzig op vakantie is, dat weten jullie wel. En ik dacht bij mezelf, laten we iets anders doen in plaats van een Akhenaten. Dus heb ik voor jullie een tutorial met Common Blocks. Jullie zien hier achter mij staan, speciale Common Blocks in dit. Wat wij gaan maken is het volgende, ik zit ook een Astcraft. We gaan het volgende maken, dat zien jullie zo dadelijk na de intro. Wat wij gaan maken is dus, zijn er hoppers en nog meer hoppers. Die hoppers die daar rondom liggen. Dat is eigenlijk gewoon voor te laten zien waar het uitkomt. We klikken op de A-knop. En kijk eens wat een mooi ding dat wij hier hebben gemaakt. Een fontein. Dit is dus gewoon allemaal met Common Blocks. Geen enkel plugin voor nodig. Het zijn deze 8 Common Blocks in Minecraft die je daarvoor nodig hebt. En een beetje redstone om te aan en uit te zetten. En dan drukken we weer op de uitknop. En dan valt hij dus uit. Ik doe slash back, want wij gaan naar de test, naar onze map. Het is op dezelfde plek, het is heel zelden, het is precies hetzelfde. Ik weet niet of het in singleplayer ook werkt. Ik ben niet zeker van, maar goed. Je kan dus door slash give voor het singleplayer, je naam, 244, oh, 422. Dan krijg je dus een minecart in een common. Een common block in een minecart, zo is het. Wat we nog nodig hebben is redstone, een repeater, torches, knopjes, normale common blocks 2, hopper, voor eigenlijk het, ja, hoe moet ik het zeggen, dat was dan eigenlijk het waar het water uitkomt. En een activator rail. Goed, die common block die we hier nodig hebben, is voor het aan- en uitsysteem. Deze is voor het water te maken. Hoe dat in elkaar zit, dat is een comment. Ik ga eventjes terug om die comment hier te pakken. Ik ga hem hier uitpakken, dat is de falling sand comment. En ik ga terug naar back. Die falling sand comment is heel makkelijk en dat kan met meerdere items gebruikt worden. Ik ga mijn Minecraft erop zetten. Ik weet eigenlijk wel niet of mijn redstone hier nog ligt. Oh, nee, zie ik. Op sommige stukken wel, hier ligt die wel nog. Nu is die wel aan, dus nu is die dat wel aan het... Oh nee, nu is er niks, gewoon niks gesummerd. Gelukkig. Ik ga dit heel even snel in elkaar terugsteken, zodat alles hier terug werkt. En dat we het dan uit laten staan ook. Zo. En het staat nu allemaal uit. Ik moet eigenlijk ook nog wel de aan en uit instellen, maar ik ga dit heel even nu met een lievertje trekken, met een hendel naar boven halen hier. Zodat we heel eventjes dit met de hand kunnen bedienen om dat aan en uit te zetten. We gaan hem eventjes dus nu met een lever doen en we zetten hem heel even uit. Zo moet het heel eventjes gebeuren. Voorlopig is het ook. Goed. Die falling sand comment staat in de beschrijving staat die comment. Ik kan hem wel zo ingeven dat hij niet met coördinaten staat. Want jullie zien hier al coördinaten staan op dit stukje. En daar staat er van alles ingesteld. Goed. Wat hij nu gaat doen is op die oude plaat een dingetje, een fonteintje maken. Wat wij gaan doen is, we gaan naar hier. We gaan hier naar de hopper. Op de hopper staan. En ja, oké. Okay. We gaan op de hopper staan, F3. En dan ga ik eens even kijken. De coördinaten zijn 84, 70 en 70. Op 26. Die kopiëren we. En dan hoeven we die maar één keer in te geven. In ons common block. En dan kunnen we die terug. Hele common terug gaan kopiëren. We doen deze oude coördinaten weg. We zetten de nieuwe erop. Druk op down. En dan doen we deze even nog eens Ctrl+C. En als we normaal nu al aan gaan zetten. Moet die zoals jullie zien al inderdaad op de juiste plek. Ja, het komt er precies goed uit. Goed, nu gaan we even uitleggen wat allemaal is. Want er staan verschillende dingetjes en getallen in deze comments. We hebben
het tile ID, dat is dus het blok ID, dat moet 8 zijn voor water. Dan hebben we de motion, en dat zijn dus die instellingen die we altijd moeten gaan aanpassen. De eerste die we hier hebben, als we deze aanpassen, gaat die spuiten zoals we net zagen, en dat is in dit geval naar links. Die laatste aanpassen gaat hij naar rechts doen. Dus deze staat nu op links, deze is dus goed. Dan gaan we de volgende plaatsen, die kopiëren we ook. Die moet dan terug naar 0. En dan moet deze naar 3. Zo, de time kan je altijd aanpassen hoe je maar wilt. Als we nu weer aanzetten, doet hij niks. Is die object succes? Ja, hij zegt dat hij wel gesummend is. Terwijl ik helemaal niks zie. Excuseer, hij spuit nu niet naar... dat is mijn foutje mee. Hij spuit nu niet naar rechts, maar hij gaat zeggen dat ik per kwartje. Ik was al vergeten. Oh ja, rechts is anders. Ik weet het. Rechts is een andere. De eerste dus, en de laatste. Deze is dus voor naar links. Deze is voor naar achter. Dan gaan we de volgende zetten. Is voor naar links. Er moet gewoon een minnetje voor gezet worden, dus min 0.3. Die 5 waar die er altijd in staat, dat is de hoogte. Als we hem nu aanzetten, dan zien jullie wel dat hij inderdaad afspuit naar links, rechts en naar achter. De laatste die we voor de rechterstuk moeten doen is deze. Deze gaat op 0. De laatste gaat op 3. En natuurlijk komt er weer een minnetje voor. En dan hebben we nu al de 4 rechte stukken die nu spuiten. Dan heb ik eigenlijk al een heel mooi fonteintje. Maar wij gaan er nog wat aan toevoegen, want wij gaan ze ook nog eens schuin laten spuiten. Zodat we met 8 dingen spuiten. En ik zie zelfs dat dat hier iets niet klopt. Hier is redstone tekort, of hier is signaal tekort. Dat moet even zo toegevoegd, omdat dat nu met die lever gebeurt. Normaal is het niet. Maar ja. Goed. We gaan dan weer een nieuwe comblok pakken. We zetten hem erop. We doen Ctrl-V. Wat we nu doen is, we zetten de laatste naar, ook naar 03, 05, 03. Nu gaat hij al naar één kant schuin doen. Welke, dat weet ik niet van buiten. Ja, daar, die achterste, dat is dus die 03, 03. De volgende die we toevoegen, we gaan hem even aanlaten. Dat wordt hetzelfde, maar... Nu komen we er 2 minnetjes voor en ik zie dat ik fout zit. Hier moet hem in en voor moet niet hier, maar hier moet hem in. En nu hebben we weer een extra spuitje naar deze kant. Nu spuit je al naar 6 kanten op, dus nog 2 moeten we erin stellen. Die zijn heel simpel te doen. We zetten alles weer op een 0,3. Nu moeten we hem dus met de eerste aanpassen en dan gaan we gelijk die andere instellen. Dus nu hebben we het eerst gedaan, dus nu moeten we de laatste aanpassen. We zetten er al een min voor, we gaan die 0 van achter een 3 van maken. En kijk eens aan, hij werkt zoals het hoort. Je kan dit dus met heel veel dingen gebruiken. Je kan hier dus complete shows mee maken. Je kan ook een recht omhoog spuiten. We gaan maar even een extra chain toevoegen, dus kijk, we gaan hem even extra maken. Ik zal hier maar een blok zetten, voor zekerheid. Ctrl-V. Deze moet dan gewoon op 0 zetten. En dan druk ik op down. We zetten hier een torch langs. Hij spuit nu omhoog. We kunnen de hoogte aanpassen. Als we hier 9 van maken, dan spuit hij zoals jullie zien nog veel hoger. Maar we kunnen hier ook, als we hier druk 0 van maken, kunnen we van deze eerst ook een 1 maken. En dan gaat hij nog hoger. Kijk eens hoe. En zo kan je ermee spelen. Je moet er eigenlijk gewoon een beetje mee spelen. Je kan ook voor 0,0 zeggen en dan gaat hij dat doen. Maar je kan dus echt heel veel met deze comment. De falling sand comment. Je kan met eender welk blok werken. Goed. Voor die aan uit hebben wij 2 simpele comment blocks. Dus nu kan dit eventjes allemaal weg ermee. En ik ga dit weer heel mooi repareren. Het fontein is nu wel weer aan, maar dat maakt niet uit. We moeten de coördinaten van dit blok hebben. Dat zijn de volgende. 102. Je moet altijd kijken naar de stukjes tussen haakjes. Dan hebben we 68 op de hoogte en 4 op onze Z. Wat we nu dus gaan doen is dit allemaal dichtmaken. En hier achterin even gaan kijken. We moeten dus nu naar de aan. Dit is de aan. Dus dat is een Z-blok. Ctrl-V. Dus eerst coördinaten en dan
Nee, eerst moeten we het ID denken. Of dus zet blok op die coördinaten. Redstone blok. Ik denk dat het zo wel moet. We gaan maar even kijken. Oh, dit is de uit. Oh, dit is een fout. Dit is de uit. Dus dan moet het andersom. Dus hier moet dan R. Want de aan moet hij dus R. En dan moet hij hier Z blok. Ctrl W. Redstone blok. Normaal gezien moet het nu wel werken. Even kijken als we nu dus uitzetten. Gaat hij ook uit. En als we dan op aanklikken. Gaat hij weer aan. Alle nodige info staat in de beschrijving. Zoals het ID van deze speciale common block in een Minecraft. Die krijg je niet in je inventory. Dat is een speciale. Die je moet krijgen door een slash gif. Door een gif comment. En ja, je kan dus nu eindeloos plezier doen met dit systeem. Hier is geen enkel kloksysteem voor nodig. Je activator wil activeert deze. En dat is eigenlijk het handige. Want vroeger dacht ik ook dat je met een klokje moest werken. Met een comparator klok. Dat hoeft dus allemaal niet. Dit zijn de items die je nodig hebt. Die hoeft niet per se. Maar ik vind het mooier om dan eigenlijk. Dat zijn dan eigenlijk, ja, de dingen waar het uitkomt. Om te zeggen, die wat ik hier op de grond geplaatst heb. Dus gewoon om te zien waar het op uitkomt. En je ziet dus een heel mooi fonteintje. Je kan ook met een ander blok werken. Ik ga het nu gewoon even voor de lol laten zien. Kijk, je kan dat tile ID aanpassen. Als we daar gewoon 1 van maken, zetten hem aan. Ik weet niet of ze nu wel blokken kan opstapelen. Kijk, nu gaat hij stone spuiten. Nu gaat hij de stone doen. Maar ja, dat ziet natuurlijk niet uit. Dus laten we daar maar snel terug het ID 8 van maken. 8. Oh, we hebben nu 0 gezet. Tile ID 0. Dat is zand. Tile ID 8. Kijk eens aan, nu spuit hij weer normaal terug. Water. Alle comments die we nodig hebben staan in de beschrijving, zoals onze falling sand comments. Met alle info, alles staat dan wel natuurlijk op 0. Oh, nee, ik moet Ctrl A, Ctrl C doen. En dan ga ik eens even zien hoe ik hem erin ga zetten, is als volgt. Zo ga je hem dus ook terugvinden. Je gaat hem terugvinden met van die veetjes. Kom op. Oh, ik druk fout. Oké. Met van die veetjes. En dan gaat hier eens dit komt te staan, maar eigenlijk zo gaat je hem krijgen met van die speciale veetjes. Hier komt de 0. Hier komt de 0. En hier is ook wel een 0. Time zet ik gewoon op 5. Object successful summon, zegt hij. Je ziet ze hier ook, kijk. Hij summon hier ook onder mij. En als je niet wilt weten, kijk, game rule, name game rule, en dan, ja, ik zit in een server, dus film komt game rule. Common block output zet je dan op false, want als je dat op true zet, kijk, true, dan klik we op A, en dan kijk ik wat we dan krijgen in de chat. Dus we zetten dat terug op false, en dan, hij doet niks meer nu. Setblock is ook uitgevallen. Dat kan dus ook in een gewone singleplayer game rules aanpassen. Daarvoor hoef je niet precies in een server te zitten. Alles werkt op 1.7.2 en hoger dan 1.7.2 weet ik niet. De BPNAC heb ik niet getest. Of heb ik het wel getest en dan ging het niet. In een singleplayer ging het niet. Server weet, ja, server ook niet, want deze server loopt open. 1.8 heb ik ook getest. Ging helaas ook niet. 1.7.1, alles binnen 1.7 zal normaal wel werken. En ik zou zeggen, heb er veel plezier mee. Moesten er nog problemen zijn, dan laat dat alsjeblieft achter in de comments en dan zal ik jullie daarmee helpen. En ik zie jullie morgen terug bij een nieuwe aflevering van LOL in Discord. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een like achter. En laat ook weten als het gelukt is en als je er iets aan hebt gehad. Ik dacht van mezelf, laat ik het ook maar uitleggen. Want er zijn niet veel Nederlandse tutorials. En ik denk dat dit een van de weinigen is. Maar ik dank jullie nogmaals voor het kijken en tot de volgende keer. Later.